Huis van Katoen is altijd leuk. Voor ons is het een reunieconcert omdat we het sowieso één keer per jaar doen. Maar je ziet de mensen die er zijn, voor de helft is het ook een reunieconcert. Die komen ook en die kennen elkaar. En die. Dat is gewoon leuk. Het is een warm bad, het is een sfeer. En het is natuurlijk Almelo, hè. Ho, 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 ho. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above. Anything goes, Lord. Let me tell you about the stars. En dat zijn liedjes waar wij mee zijn opgegroeid. Dus het ligt allemaal dicht in je hart. En ook als Toon de gitarist een liedje van de Beatles begint. Nou, van driekwart van de tekst weet je eigenlijk al. Omdat je daar, ja, daar groei je mee op. Dus het ligt dichtbij. I'm a man of means, by no means. I'm king of the road. Thank you. Third boss coming now. I See My Light Come Shining vond ik heel mooi gaan, maar dat is een heel mooi beetje gospelachtig nummer. Dat ging heel mooi, maar meestal met deze jongens is het dolle. Het belangrijkste onderdeel. Dat is leuk om naar te kijken, ook voor het publiek. Gekkigheid, en dan is het soms te rommelig of niet. Dat is net die balans. Maar de grap, de humor moet onderdeel van zijn. En daarna moet je ook wel weer af en toe een serieus nummertje doen. Want je hebt licht nodig om donker te maken en donker nodig om licht aan te laten komen. Dus dat is een balans. Maar de balans hier met deze No Songs for Old Men, ja, is de gezelligheid, het entertainment staat wel voorop, ja. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom. Do leave, poor boy, about to die. This time tomorrow. Ja, No Song for Old Men. En dat is weer een beetje de film. No Country for Old Men. Wat gaat over, je bent oud en kan je nog doen wat je eigenlijk deed. In de film is dat de sheriff die boeven moet vangen. Maar boef anno nu is heel anders dan die boef van vroeger toen hij jong was. En wij zeggen, maar oké, we zijn oud. En dan kan je natuurlijk thuis gaan zitten. Maar je kan ook gewoon blijven spelen. En je kan gewoon liedjes spelen. En dat, dus eigenlijk is er geen lied, als je ouder bent, wat je niet kan doen. Je moet gewoon doen. Als je het leuk vindt, moet je doen. Yeah.